Als klein meisje in Kenia ontsnapte Nice in haar dorp aan rituele vrouwenbesnijdenis. Binnen haar gemeenschap groeide ze daarna al snel uit tot een fel tegenstander van deze pijnlijke en beangstigende praktijk. Haar grootste uitdaging was om de door mannen gedomineerde gemeenschap anders te laten denken over vrouwenrechten. Na jarenlang overleg en voorlichting overtuigde zij de ouderlingen, toekomstige leiders en vrouwen van haar dorp ervan de meisjesbesnijdenis te vervangen door een alternatief overgangsritueel. In plaats van besnijdenis nemen meisjes deel aan een driedaagse workshop over seksuele gezondheid en rechten, afgesloten met een traditionele viering met het hele dorp. En zo heeft Nice samen met Amref genitale verminking in Kenia en Tanzania van meer dan 16.000 meisjes helpen te voorkomen.